Welcome everybody. So the group is almost complete, but we will already start with the morning session of this scientific meeting of PION. So it's for the perfusionists in training of the Netherlands. Yeah, so it's in the morning a theoretical part, and in the afternoon I think a nice practical demonstration at LifeTech, which is about 10 minutes walk from here, just outside, just off the campus. We were founded as Hemolab, and that was already in 2004. We have a couple of ex vivo R&D platforms, and with ex vivo I mean keeping tissues alive in the physiological state that it was before we put it into our culture systems. I have a couple of examples of that as well. And that's specifically useful if you have like a cardiology approach, which you do transfemoral and come up to the heart and see if you could deliver your device at that point. So today we'll be talking about LVAD support, and we want to use an LVAD as a sensor. And there are a few other things, but we'll get to that later. Who is known with an LVAD here? Who's working in a hospital where they're using LVADs? So this is a C-clamp, okay? So here's my aortic arch, C-clamp partially clamped, and now my aorta is closed, okay, just for your reference in this situation. So the pump is implanted in the LV, and the second clamp is here. Het vaak wordt geslacht zoals normaal, en op het moment dat hij zeg maar 50% van zijn bloed kwijt is, dat duurt meestal een seconde of 20, is die dood. Dan mogen wij het borstbeen openmaken en het hart eruit halen. En dan moet je dus heel snel de aorta openmaken en cardioplegie toedienen. Wat heb ik nou gedaan met het hart? Het is helemaal schoongemaakt, de longen eraf gehaald. Dan de rechterlongvenen bind ik dicht. Die zitten normaal hier zo in het midden. Het kan daar allemaal een keer rondom lopen. Die zijn dichtgebonden. De linkerlongvenen leg ik open, dus die liggen aan de linkerkant. En daar komt dadelijk de preload in. Wat ik nu aan het doen ben, is ik heb hier de afterload, die bootst het lichaam na. Die grote pijp in het midden is aorta. Die bootst de aorta na. Nou. Die hebben netjes gemaakt zodat de compliances een beetje kloppen. Met de venen aan de instroomkant is dat ook zo. Dan kan de hemodynamica dadelijk zijn werk gaan doen. Wat we nu doen is het hart laten herstellen. Dus wat ik doe is ik geef een overdruk aan bloed. Warm, zuurstofrijk bloed. Komt uit de hart-longmachine. Ik heb hier een tank bloed, die warm ik op. Dat loopt over een buffer. Ik geef 25% zuurstof, 5% CO2. Vervolgens geef ik dat bloed op de aortawortel. Net als dat je cardioplegie geeft, en dit is mijn crossclamp. Het enige wat je dus doet is gewoon warm zuurstofrijk bloed geven. Als ik een overdruk maak op de aorta, gaat de aortaklep dicht. Net als dat je plegie geeft. Er kan maar één kant om, dus een coronaire in. En dan komt het coronaire sinus komt er weer uit. Gaat het rechter atrium, rechter ventrikel. En komt het uit deze buis in het midden weer terug, gaat het weer naar hier. Dus ik voorzie de spier nu van warm bloed en daarom gaat die kloppen. Dus je trekt samen. De contracties worden regelmatiger, wordt krachtiger. Dus dadelijk kan ik zeggen van nou, dan ga ik van die Langendorf, die we dat nu doen, dus de perfusie aan de aortawortel, ga ik zorgen dat hij zijn eigen output maakt, dus hij zelf gaat knijpen. Ik heb twee loops lopen nu. Dit is voor het coronaire bloed. En die andere loop die zorgt dat hij dadelijk ook gaat werken. Ik heb hieronder 120 liter warm zout water staan. Kan ik straks deze tank helemaal volgooien met water. Dan zit dat hart helemaal onder water. En wat je dan kan doen, is met echo van alle kanten naar het hart kijken. Dus ik ga nou een voorbereiding treffen dat ik even de preload en afload flush. Dan gaat hij daarna kloppen. En ja, loop rond. Stel vragen, als ik geen antwoord geef, ben ik druk. En anders dan hoop ik dat ik antwoord kan geven.